Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag een keer een andere video, een beetje vlogstijl. Het is alleen geen vlog, dus hoe je het wil noemen. Is al een hele tijd geleden. Wat ik vandaag ga doen, dat is iets wat met mij te maken heeft en met hetgene wat je hierachter ziet met AZ. Met de voetbalclub waar ik voor ben. Als je niet van voetbal houdt, hoef je deze video niet te kijken. Als je niet leuk vindt dat ik voor AZ ben, dat is heel jammer. Houd in ieder geval allemaal gewoon respect voor elkaar. Ik heb respect voor jullie, ik hoop jullie ook voor mij. Laten we dat zo houden. Wat ik vandaag ga doen, is ik ga al mijn AZ-shirts die ik ooit heb gekocht, ga ik aan jullie laten zien. En ik probeer het op chronologische volgorde te doen. Ik probeer ook in beeld te zetten uit welk jaar het shirt is. Maar ik moet zeggen, ik weet het niet zeker meer, dus ik hoop dat in ieder geval de juiste informatie op het scherm staat. Laat ik het daarop houden. Ik ga hem heel eventjes naar jullie toe draaien en dan laat ik zien wat ik heb. Kijk, dit is het eerste shirt. Een DSB shirt van Quick. Wat je zal zien is dat de shirts steeds mooier worden. Aan het maatje kun je ook wel zien dat het echt een shirt is wat ik heb gebruikt om zelf in te voetballen. En toen was ik echt nog een stuk jonger, ik denk dat het ruim 10 jaar geleden is. Het is een DSB shirt. Dit shirt heeft niemand op de achterkant, zoals jullie hier zien. Hij heeft niemand op de achterkant. Het is gewoon een simpel shirtje met DSB erop. In ieder geval mijn eerste shirt, dus hij heeft wel, ik heb er wel veel waarde aan gehecht in ieder geval. Het tweede shirt is ook een DSB shirt. Ik denk uit hetzelfde jaar, maar dat moet ik jullie even verschuldigd blijven. Zo te zien wel. Het uitshirt. Ik vond het wel vet zo met die balk. Ik hou er wel van. Ook DSB. En volgens mij had ik ze namelijk alle drie. Want ik heb hieronder ook het derde shirt liggen. Maar voordat we daar naartoe gaan. Dit shirt had mijn naam en nummer 10 achterop. Op dat moment speelde ik spits. Maar ik had toch nummer 10 op mijn rug. In ieder geval, mooi shirtje. En dit was het derde shirt daarvan, van dat jaar. Allemaal gebruikt om heel veel in te trainen. En hier hebben we, zoals jullie zien, weer Milan met rug nummer 10 achterop. Dat was nog niet de officiële bedrukking. Dat werd door iemand uit mijn voetbalteam werd dat gedaan. Dit is het volgende shirt van Macron. Een helemaal grijze met witte armen. Achteraf gezien niet mijn mooiste shirt als ik daarover nadenk. Maar ik heb in ieder geval er niks achterop. Wel AZ nog in de kraag. Maar ja, dit was gewoon een simpel. We begonnen wel met AFAS. Dus het was een van de allereerste AFAS shirt. In ieder geval dat ik heb van AZ. Dan heb ik hier het lichtblauwe. Dat was door een Italiaanse ontwerper gemaakt. En daar kwam dat lichtblauwe ook eigenlijk uit. Wel een AFAS shirt. Zoals je ziet is het wel een beetje kapot gegaan. Was niet de beste kwaliteit dat seizoen. Ik heb hier ook niks op achterop staan. Wel, achterop zat altijd nog AZ. Maar verder eigenlijk niks bijzonders voor dit shirt. Wel een mooie kleur vond ik in ieder geval altijd. Oh, chips. Ik haal het volgende shirt al weg. En dit is wel een van de mooiste shirts die ik heb. Niet mijn favoriete, maar wel de mooiste. Kijk. Die gele. Ik hou heel erg van geel. Dit is ook een groot maatje. Dat was in mijn periode dat ik een stukje zwaarder was. Maar dit vind ik wel echt een van de vetste shirts dat AZ heeft gehad. Niet zo heel vaak gedragen. Maar wel een aantal keer. Dan heb je hier nog een training shirt. Dit is niet zo heel bijzonder. Maar ik had hem wel. Dus hij hoort er wel bij met lange mouwen. Is vooral voor in de winter als het warm is. Is die wel lekker. Maar ik draag hem eigenlijk niet meer. En dan krijgen we het vetste shirt wat ik heb. Het 60 jaar jubileum shirt. In ieder geval 60 jaar van de fusie. Met dat bordeaux rode bovenin en met dat gouden. Dit is echt een quality shirt. Is echt heel mooi. Dit is echt een van mijn... dit is mijn favoriete AZ shirt ooit. Ik vind hem echt heel gaaf. Dan hebben wij deze. En die is van vorig jaar. En dit shirt heeft wel een naam achterop. Namelijk... mijn favoriete speler, die op het moment natuurlijk nog steeds bij AZ zit, Sugawara. Toen had hij nog rug nummer 26. Op dit moment heeft hij rug nummer 2. Maar in ieder geval, dit is wel ook een heel vet shirt. Met een mooi patroontje. Niet te veel wit, daar hou ik wel van. Wel kleine witte accentjes aan de zijkant. Dus heel mooi shirt. En mijn nieuwe aanwinst is deze. Het paarse. Het paarse van Alkmaar. Voor het jubileum. Want op het moment van filmen is die jubileumdag. Dit is toch wel echt een heel gaaf shirt. En wat dit gave shirt heeft, is Carlson achterop. Ik wil eigenlijk weer Sugawara doen. Sugawara is toch mijn favoriete speler. Maar ik vond dat Sugawara, die had ik al eentje. Dus ik dacht, laat ik gewoon een andere doen. En dit keer is het deze geworden. De paarse met Carlson achterop. Dus, dat waren in ieder geval de shirts
die ik op dit moment heb. Er komen waarschijnlijk in de komende jaren nog veel meer shirts bij. Maar dit is op dit moment de shirt die ik heb. Bedankt voor het kijken. Laat vooral jullie shirts van jouw favoriete club aan mij zien. Doe dat in de beschrijving of in de... die kan je in de beschrijving laten zien. Laat ze zien in Discord. Link staat in de beschrijving. En zie je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.